hier zit Ewen. Hier zit Ewen, ja. Wie hebben we daarom met koffie? Ik ben zelf, heb op een atelier gezeten. Ik ben coupeuse geweest, maar we moesten het allemaal keurig netjes eruit zien te krijgen. En dan ligt er hier een kassenbon. Ik trouw met kassenbonnen, dat moet maar niet. Oh, dat is weer aan wat is app. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer vrijdag 12 juni. En we leven om 13:42. Rebecca is niet geweest, want die had weer andere dingen. Dat ze komt morgen op de vrije dag. Oké, ik moet het zelf weten. Ja, als zij de vrije dag daar anderhalf uur van wil gaan werken, ja, moet zij weten. Dus ja, maar oké. Ze had iets belangrijks, dus ja, nou ja, dat kan. Was ik er voor niks uit. Maar ook dat boeit niet. Ik heb andere dingetjes gedaan. En Rijke die is buiten in de tuin. Ik heb de tuindeur een stukje open. Maar ze leggen bij die ijzeren plaat en dat geeft nogal een, ja, een irritant geluid. Kan wel, die zit naast me. En waar Ewen is, weet ik niet eens. Die zal misschien ook wel buiten wezen. Dat zullen we zo even gaan kijken trouwens. Hé, Kandalf. Ja, nou man. Ja, moet je wel uitkijken, lieverd. Nou, hier zit Ewen. Hier zit Ewen, ja. Wie hebben we daarom met koffie? Dus ja, het is prachtig mooi weer, lieve vrienden. Dus ja, we gaan er straks lekker even eruit. He, dat we lekker wandelen. Deze gaat weer mee, deze camera. Ja. Enkel, ik moet hem, die meneer, moet binnen blijven. Ja. Dus ja, die zal ik straks wat lekkers geven en achter de deur zetten. Daar kan hij niet mee. Niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze. Gaan wij ook even doen. Ja. Wat we gaan doen, weet ik niet. Nee, gewoon even een wandelingetje. Ik weet niet op de booster. Ja, ik moet ook nog weg hoor. Ik moet ook nog even weg. En dat moet ik wel even op de booster doen. Dus ik wil nog even wat anders bij deze broek hebben. Ik heb nou een t-shirt, maar ik wil eigenlijk een tuniekje. Ja. Dus we zullen even daar voor gaan kijken. Maar dat komt goed hoor, ja. Maar dan moet ik Rijka niet mee hebben, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Doei, doei. Nou, ben je weer thuis met Rijka? Er was niks te beleven. Nee, en die meerkoetjes waren nog gewoon netjes aan het bouwen en doen en aanvullen. Dus ja, niks aanwezig en er was te veel volk op de weg om te kunnen vloggen, want zulke soort mensen willen dat niet, nee. Dus ja, dan ga je het ook niet doen, want daar heb je gewoon respect voor. Ja, ze waren met een dak bezig en nieuwe dakpannen erop, nieuwe dakklatjes eerst, waar die dakpannen tegenaan moeten. En toen met nieuwe dakpannen. Dus ja, dat moet allemaal gedaan worden. En dat zijn niet van die normale dakpannen, maar van die rooien dan die glimmende. Ja, dat glimmende, hé, in principe tegenwoordig niet meer op de daken. Het is allemaal een doffe kleur. Maar het is een heel oud huis. En dat zijn ze aan het opknappen. Nou, dat is toch hartstikke goed. Maar oké, lieve vrienden, ik ga zo meteen even kijken of ik kan scoren voor een tuniekjurkje. Voor op deze broek. Nou ja, ik hoop dat er dat het gifgroen is, dezelfde kleur dan mijn t-shirt.
die kleur. En dan, zo niet, ga ik voor de lichte tint. Of de hele donkere groene tint. Ik weet het nog niet. We zullen kijken wat er is. Ja, meer kan ik niet doen. Maar ja, ik neem jullie ook niet mee. Nou, ik laat het gewoon zien wanneer ik weer thuis ben. Dan komt het allemaal wel weer goed. Ik ga op de booster en het is warm. Want ik denk dat ik dat zo ga doen. Ja, laat ik dat eens even gaan proberen weer. Want dat is jaren geleden dat ik dat gedaan heb. Even zien, want ik heb er een speciaal bandje binnenin zitten. En hier zit een knoopje. Komt hij al? Kom. En dan kan een knoopje. Moet hij wel willen vanzelf? Dan zal je het altijd zien. Ja! Kijk. Wat een leuk. Dat kan nog wel een keer. Dubbel. Zo, nou, dan kan ik het zo ook nog doen. Kijk. Ja, nou, dan zullen we die ook even nog doen. Ideaal, hè? Want het is echt warm. Maar ja, ze hebben van de week gras aan het maaien geweest. Bij langs de gracht, dus daar heb ik last van. Dus daar zie ik een beetje te snotteren. Maar ik ben niet gekouden, niks. Nee. Gelukkig niet. Bespaar me. Nee, dat komt wel gewoon van. Komt allemaal wel goed hoor. Ja, hup, dat knoopje moet er doorheen. Zo, nou. Ook die is klaar. Toppie, geweldig. Zo, nou, ze zeggen lieve vrienden, ik toon het wel wanneer ik weer terug ben. Oh ja, dat zijn mijn visitekaartjes. Wat is dat? Hart. Ja, ik heb visitekaartjes omdat ik een vlogger ben, hè? Ja! Ja! Ik stond ergens een fout in en ik ben weer bij hoog en bij laag niet meer waar. Ik weet het echt niet meer. Nou, het zal, ik zie het zo niet. Schelen die erop let. Ja, toch? Oké, lieve vriend, ik zou zeggen, het wordt straks maar weer. Nou, lieve vriend, ik ben net weer binnen en ik had onderweg wat appjes gekregen. Nou, ik denk, dat komt thuis wel, dat ga ik nou niet doen, weet je. Ik ben onderweg. Maar ik ben geslaagd. Ja, ik zal het even pakken. Niet bij dezelfde winkel waar ik dit setje vandaan heb, maar een andere winkel, wel in dezelfde straat. Maar het is de lichtere kleur die in mijn broek zit. Die even daar. Zit zelf nog een ketting bij. Leuk, hè? Zo. Hoe leuk is dat? Dus die kan ik zo omdoen. En dan komt dat mooi ertussen, er bovenuit. Dus ja, dat vind ik helemaal geweldig. Dat er gewoon bij zit. En dan moet ik even uitzien hoe ze hem heb opgevouwen. Ook niet zoals het behoort. Maar ja, doet er niet toe. Die hoeven jullie niet te zien. Oh, dat kleurtje, nou, dat zit dus ook in mijn broek. Dus dat kan ik er mooi bij aan doen. Ze hebben mijn enkel niet schoongeknipt, zie ik. Dus dat zullen we zelf even doen. Oh. Dat kan ik zo tussenuit pakken. Er komen een paar draadjes uit de naden vandaan. Dat is niet netjes afgeleverd door degene die dat maakt. En dat behoort wel. Ik ben zelf hek op een naaldjeer gezeten. Ik ben coupeuse geweest. Maar we moesten het allemaal keurig netjes eruit zien te krijgen. En dan ligt er hier weer een kassenban. Ik strooi met kassenban, dat moet maar niet. Zo, dat is weer een WhatsApp bericht. Deze kant is schoon. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Dan kan ik nog combineren. Nou, is het koud,
dat truitje eronder, die shirt. Ja, toch? Dus die trek ik straks aan. Kijken hoe dat staat. En dan kom ik wel weer door even. Nou, voor de rest heb ik boodschappen weer gedaan. Ook tevens voor mijn verjaardag alvast. Zoals worst en nog een worst. En dat voor mijn buurmeisje. Ik heb meer wijn momenteel in huis. Ik heb ook nou witte wijn. Nou, ik heb de katten van beneden weer voorgehaald, want het is bijna op. Snoepjes voor de keel, dat vind ik altijd lekker. Voorbij de computer af en toe en onderweg. En een fles Rivella voor mijn schoonzus. Ja, nou, komt allemaal goed. En nou ja, voor de rest moet ik naar de FOMA toe. Want dat is bij de deken weer te duur wat ik hebben moet. Zoals leverworst, zo'n recht of ring. Of salamiworst of vervelaatworst. Dat is daarom wel duurder. En ook kleiner. Nou, dat wil ik dus niet, hè? Nee. Maar ja, komt goed. Ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Doe met een lach. Ik ben helemaal blij. Ik ben gelukkig met de jurkje erbij. Past overal op, ook op zwart. Ja, heb ik een zwarte legging aan. Kijk hem ook aan als deze broek in de was is. Ja, simpel. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En ik kom straks terug als ik hem aan heb. Doei! Nou, lieve vrienden, ik heb hem aan. En ik zal eventjes zo proberen te gaan staan. Ja, jullie kunnen de broek nou niet zien. Maar ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Hoe het eruit ziet. Dus ja, ik vind hem zelf heel erg leuk. Twee bussen erin aan weerskanten. En ja, en hij staat ook leuk bij mijn broek. Qua kleur. Dus ja, helemaal geweldig. Van Rijka weg buiten. Rijka. Rijka. Kom je niet? Wat een meisje. Ze heeft geen eens geen zin om te spelen met de doos die ik haar gaf. Ze heeft enkel een paar tanden erin gezet. En meer niet. Nou, kom wel, laat me lekker genieten van het zonnetje. Wordt het me te koud, kan ik die t-shirt en natuurlijk weer onder doen. Hè? Ja, dat past allemaal perfect. Ja, ja. Helemaal geweldig. Ik ben er blij mee. Ja, ik ben er blij mee. Maar ja, moest wel, want ik hou niet van dat hele korte gedoe. Nee, ik moet wel een jurkje erop hebben. En ik vind dit ook gekleder staan. Netter. Nee, wie ben ik? Ik zou het toch niet weten. Ik heb die t-shirt. Daarom even. Maar ik moet er nog wat uithalen. Dus ik moet hem ook weer even uit hebben. Want ik moet er wat uithalen. Het kaartje. Maar dat komt ook allemaal. Goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik spreek jullie later wel.